Pitchfork Awardje. Yo, Kees. Ik heb hier een brief voor Johan. Hij is toch laatst 40 geworden? Kan je mij even roepen? Hier. Johan, zou je alsjeblieft naar de directiekamer willen komen? Meester Johan wachtte al lang op belangrijk nieuws en was snel beneden. Dankjewel. Wat is er? Niks. Gewoon een briefje voor verjaardag. Niks bijzonders. Maar ik moet nu weer naar de klas de kinderen wachten. Wat doet Johan gek? Ja, wat doet die raar? Hij is 40 geworden, denk ik. Ja, daarom. 4200 euro. Hoe krijg ik dat nou bij elkaar? Misschien kunnen de kinderen uit de klas me wel helpen. Jongens, ik heb slecht nieuws. We komen 4200 euro tekort voor open schoolkamp. Ja hoor, dat kunnen we meemaken. Ja hoor. Maar jongens, er is misschien wel een manier, maar ik durf het niet aan jullie te vragen. Nee, kom op, zelf. Ja, zelf wel. Misschien zou het kunnen dat jullie gaan werken en klusjes doen om genoeg geld binnen te krijgen. Nee, dat is een goed idee. We kunnen zo. De kinderen vonden het een super idee en gingen overal waar ze konden werken voor geld. Juf, we hadden toch een afspraak dat ik de ramen zou schoonmaken voor 10 euro. Ja, dat is goed. Je mag dat raam doen. Terwijl de een ramen aan het wassen was, was de ander de conciërge aan het helpen met de planten. Hé, die zaal staat een beetje te weg. Maak me even helemaal open. Alleen konden de kinderen hun kluisje wel wat beter op elkaar afstemmen. Ik ga nu snel schoonmaken zodat ik weer tijd over heb. Hé, hey, zie je dat ik hier bezig ben? Wat kunnen we nou doen om geld in te zamelen? Zullen we bij de Albert Heijn werken? Nee, dat is geen goed idee. Oh. Misschien is het wel leuk om mijn auto te gaan wassen. Ja, dat kan. Er staan zoveel auto's. Meneer. Ja? Mag ik je auto wassen? Ja hoor, die heeft wel best een beurt nodig. Ja, voor 5 euro. Oké, is goed. Ja, oké, dankjewel. Bedankt. De kinderen wilden erg hun best doen en hadden heel heet water gepakt en poetsten de auto enthousiast. Zo enthousiast dat de auto enorm gekrompen was. Hey, dit is mijn Skoda! Sorry meneer, ik weet niet wat ons bezielde. Uw auto is wel mooi schoon, krijgen we ons 5 euro nog wel? Jullie mogen opstoten! Oké, sorry! Ja, maatjes. Helpen oversteken was ook een goede bron van inkomsten. Ik sta hier lekker in de schaduw. Zullen we je helpen oversteken? Nee. Het is druk verkeer, kom ik nou. Ik sta hier zo lekker in de schaduw. Nee. Kom nou. Het is niet zo erg. We doen het voor 50 cent. Ik sta hier zo lekker. Nou, nu kan ik weer terug naar de overkant. Een eind verderop stonden 2 circusartiesten bij een boom omdat hun circusact in de boom zat. Poemetje, poemetje, kom naar beneden. Kom naar beneden. Onze circus begint om 9 uur. Morgen. De kinderen van de Gelderlandschool roken gelijk geld en gingen snel helpen. Ik kan uit die boom halen. Ja, dankjewel. Daar wil ik wel 10 euro voor. Ja. Oké, ik heb al 10 euro hoor. Ja. Oh, maar poesie. Wow, een tijger! Oh, de poesie, ja. Kom maar, we gaan naar. Ondanks alle tegenslagen hadden de kinderen door keihard te werken toch veel geld opgehaald. En 5 euro is van mijn zakgeld. Oh, wat lief. Ik denk dat we het hiermee wel redden, hoor. 4200. Precies genoeg om op schoolkamp te gaan. Jongens, dat is best wel knap gedaan, maar nemen jullie maar even pauze. Ik moet nog wat dingetjes regelen. Ja, als ik er ben, wil ik zo snel mogelijk geholpen worden. Kan dat? Nou, oké. Oké, dankjewel. Wat moet ik gaan doen? Ja, wat doet je nou? Kom op, zet je hard op. Ik ben eigenlijk heel erg ziek. Ga maar zitten, ik leg het wel in de klas uit. De meester legde uit dat hij het geld nodig had voor een operatie. Ik heb eigenlijk een beetje tegen jullie gelogen. Het geld wat jullie hebben ingezameld had ik eigenlijk nodig voor een zware operatie.
Meester, dan houdt u het geld toch, dan doen we het toch een keer. Ja, want het was best leuk. De kinderen vonden het niet erg om door te blijven gaan met klusjes om nog meer geld in te zamelen. Maar of de buurt daar wel zo blij mee was...